Zelfs de meest efficiënte productielijn staat nog regelmatig stil. Bij industriële productielijnen zijn deelsystemen wel geoptimaliseerd, maar valt de productiviteit van de totale lijn vaak tegen. Het Mantis-project, waarbinnen Lambert Schoonmaker samenwerkt met de industrie, moet daar verandering in brengen. Uiteindelijk moet er een zelflerend systeem komen. Het probleem is dat in fabrieken de productiemachines heel erg duur zijn. Misschien wel bijna perfect, maar dat de productielijn als geheel toch vaak lang stilstaat. En soms is de lopende productietijd maar een half uur of zelfs minder. En het opvallende is dat het probleem wat zich dan heeft voorgedaan vaak toch eigenlijk een heel klein probleempje is. En als dat een probleem is wat zo eenvoudig is als het wegvegen van vuil of het smeren van een onderdeel, dan kun je erover nadenken of je ook dat door robots kunt laten doen. Wat we in Groningen proberen is systemen autonoom gedrag te laten vertonen. Dus niet een programmeur die precies zegt nu moet je dit doen en nu moet je dat doen, maar een systeem wat gewoon kijkt naar de omgeving en die dan vervolgens zelf ook de keuze maakt om rommel op te ruimen of dingen weg te zetten. So our robot Alice has to use his computer friend here to see what's happening on the table. There are some objects, small objects and large objects, some of them which have to be removed and some of them not. So what Alice does is it will move to the table, detect that the table is there, and then it will detect the objects on the table, remove the cups that should not be used and sweep the dust away and put it in the trash can. Well, Alice is a bit careful, so that's why it's doing it very patiently, but what it also can do it a bit faster. But then we need to make sure that everything is safe and everything is ready to be cleaned. Before in the 80s, the robotics technology was mostly about do things blindly. It means you try to do something very precisely, but you don't know whether it happened. But now, robots, even if they are not very precise, like Alice, they do their task, they check whether it's done, and they'll do it again and again until they're succeeded. And what it's about to be able to teach robots to learn continuously and understand their bodies like we humans do.